Voor Sintres Achmea verduurzamen we 25 huurwoningen van BPL Pensioen in Rokanje. Elke verduurzaming biedt circulaire winst. De woningen krijgen een langere levensduur en een lagere CO2-uitstoot. In deze video laten we zien welke circulaire oplossingen we samen met onze co-makers nog meer toepassen. In de nieuwe voordeuren zit biobased isolatiemateriaal in plaats van isolatieschuim met fossiele grondstoffen. De oude voor- en achterdeur verwerken we tot nieuwe producten. Daarbij vervangen we de cilindersloten voor andere gebruikte en gekeurde cilindersloten. De nieuwe kozijnen bestaan uit 100% gerecycled kunststof. Ze zijn ook demontabel en modulair. Alle kozijnonderdelen die we vervangen, hergebruiken we ook. De kunststofrail vormt bijvoorbeeld de grondstof voor nieuwe kozijnen. Op de bouwplaats scheiden we al het afval in de milieustraat zorgvuldig. En natuurlijk zijn onze krachtige zonnepanelen niet vervaardigd aan de andere kant van de wereld. In Rokanje zijn de panelen van Nederlands fabrikaat, zonder lood, fluor of PFAS. En bovendien goed te ontmantelen. Voor herstelwerkzaamheden aan het hout gebruiken we biobased epoxy. De nieuwe producten komen op de bouwplaats met beschermings- en verpakkingsmateriaal. Ook dat beperken, hergebruiken of recyclen we zoveel mogelijk. En we reviseren de bestaande box van het ventilatiesysteem. We vervangen alleen de motorplaat. Met de circulaire oplossingen die we hier in Rokanje samen met onze co-makers toepassen, zetten we ons maximaal in voor zero waste en producten met een lage of zelfs positieve milieu-impact. Zo verduurzamen we circulair en krijgen de bewoners een comfortabel en energiezuinig huis.